Ik kom net vanuit een enorm project in Schipluiden, waar ik 10 maanden bijna met onderbreking boven mijn hoofd heb gewerkt aan een 200 vierkante meter plafondschildering. En ik ben met mijn gedachten ben ik af en toe wel in Italië geweest. Maar ik heb nog nauwelijks een idee van wat ik daar ga doen. Ik ga daar lekker buiten zitten. Een beetje uitrusten en mooie kleine schilderijtjes maken. Het jachtige race op de Duitse autobaan. Ik wil het zo snel mogelijk achter me hebben. Ik wil die Gotthard door en ik wil Italië voor me hebben. Nou ja, hoeft niet helemaal recht te zijn. Bij Van Gogh. Bij een restauratie van die schilderijen. Vonden ze ook al die grassen en al die pollen van de Provence. Die hebben ze in die verf gevonden. Bewijs dat hij ze daar in het landschap heeft gemaakt. Het zit helemaal vol met die troep. Nou, je ziet het hier, wat er gebeurt. Haren, vliegen, muggen, wespen. Grassen, pollen, lavendelstruiken. Noem het maar op, het zit er allemaal in. Misschien wordt het alleen maar een luchtstudie. Ben ik ook al dat verdomde groen kwijt. Die orgie van groen hier, je wordt er gek van. He? Als je dat landschap ziet. Het is alleen maar groen, groen, groen. Het is eigenlijk net zoals in Nederland, groen, groen, knollen, knollenland. Met cypressen dan weliswaar, maar toch. Maar het krijgt een andere kleur door de atmosfeer. Maar ook door de vochtigheid in de lucht. Dat is nou hetgene wat die Hollanders hebben gezien daar. Het is Fumato. Die heilige diepte. Het is ook zo'n mooi tijdstip in Italië, de siesta. Alles dicht. Iedereen is wat anders aan het doen dan het dagelijkse wat je moet doen. Ze zijn lekker thuis om te eten. Je hoort het gekletter van die borden en je ruikt de geur van de pasta naar buiten druipen door die ramen. En dan lekker een tukje doen of een krantje lezen of fare l'amore. We gaan naar Palazzo Pfanner. Dan gaan we de tuin bekijken vooral, denk ik. En nou, we gaan eens kijken wat dat voor moois oplevert. Prachtig. Prachtig. Ja, dit is Italië. De weelderigheid van de natuur in cultuur gebracht. Bedwongen natuur, als het ware. En dat gecombineerd met oogstrelende architectuur en beeldhouwkunst. Ja, schitterende vormgegeven schoonheid. Ik ga ergens zitten tekenen. Ik weet nog niet wat, maar ik ga een beetje rondlopen. Even oriënteren. Ik zie hier een paar onderwerpen die zich best goed lenen voor een groot schilderij. En ik denk dat ik dat in Nederland dan ga maken. Naar aanleiding van wat foto's en schetsen die ik hier kan maken. Maar het gevoel en de sfeer en het licht enzovoort wat je hier ervaart. Daarvoor moet je toch hier zijn. Moet je toch geweest zijn. Moet je dat gevoel, die sfeer, die magie, die moet je meenemen naar Nederland. Nou, ik geloof dat ik hem wel eens een beetje heb voor vandaag. Nou ja, something like that, better than nothing. Is zoiets geweldig. Maar mag je niet filmen hoor, Joep. Waarom niet? Ja joh, anders denken ze, oh die scheelt allemaal op fotootjes na. Maar als je op je atelier gaat, dan heb je het toch nodig als steun? Als referentie, ja, tuurlijk.
Ik schaam me er nou voor mezelf ook niet voor, maar iedereen die wil dat zomaar gebeurt, dat het zomaar komt. Of dat je gaat tekenen en schilderen, of dat je hier je doeken meeneemt en dat hier allemaal erop pleurt. Maar als Rembrandt een fototoestel had gehad, dan had hij het zeker gebruikt. Hier beneden is een prachtige tuin. Nymfeo noemen ze dit. En met een mooie trap, lavendel. Prachtige architectuur. Ja, mooie combinatie van elementen. Gaan we eens kijken of we dit in beeld kunnen brengen. Maar het maakt me in feite niet zoveel uit wat ik teken, hoor. Nou een of schilder, of nou een landschap, een stilleven is, een vaas. Het onderwerp en de behandeling vooral ervan, de manier waarop je het doet. De vorm is toch ook inhoud. En nog los van het onderwerp gebruik ik de vaas in dit geval als aanleiding om iets te vertellen over het licht. Dat is eigenlijk mijn hoofdinteresse. En verder moet het schilderij van zichzelf een waarheid opleveren. Je kijkt naar de werkelijkheid, maar die interpreteer je. Je laat dingen weg. Je voegt dingen toe. En op die manier creëer je een eigen waarheid. Het onderwerp is ook niet zo belangrijk, hè? Dus het gaat meer over schilderkunst en over licht. Wat me hier bezighoudt. En het wonder wat je hebt met verf, of in dit geval met houtskool. Dat je met puur aardse middelen, met een beetje verf, een beetje pigment, dat je een enorme suggestie van licht kan werken door contrasten, door lichtpartijen tegen donkerpartijen aan te zetten en op die manier een magische wereld te creëren binnen dat platte vlak. Dat is het elke keer weer het grote wonder. Hebben we licht in Italië? Hebben we zon? En wat doen we? We creëren Hollands licht. Voor het klassieke interieurstuk, het stilleven. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen, maar die mythe van het Italiaanse licht. En het Hollandse licht ook, wat er natuurlijk ook is. Ik weet niet of dat echt bestaat. Maar ja, al die verschillende gradaties in licht die je in Nederland ook ziet. Op een winterdag of op een herfstdag of op een prachtige mooie heldere lentedag. Dat bestaat hier ook. Het is meer zoals het licht zich manifesteert op de objecten. En die zijn het hier natuurlijk anders dan in Nederland. De gevels zijn gekleurd. Er is een andere vegetatie. Al die reflecties die geven natuurlijk een ander soort licht dan in Nederland, waar de kleuren veel van de bebouwing, van de wolken, van de omgeving veel koeler zijn. Dus die reflecties die geven ook een logischerwijs een koelere weerschijn van kleur. En misschien zit het daarin, maar in het andere zonlicht natuurlijk niet. En inderdaad, als schilder noteer je met beelden wat je ziet. En hopelijk noteer je dan de omstandigheden in Italië. En hopelijk noteer je dan in je werk dat het anders is dan in Nederland. En hopelijk zie je dat als je daar straks afstand van neemt en je hebt een serie bij elkaar geschilderd. Heb je nou dat licht van Luca gevonden? Ja, maar dat licht van Luca, dat was er al. Dat zat namelijk in mijn hoofd. En ik heb het daar natuurlijk gezien. In de objecten en in het landschap en de dingen. En ik heb dat allemaal mooi bestudeerd. Maar het werk wat ik in feite daarna in Nederland heb gemaakt is ook in het licht van Luca.